niemand is eigenlijk te vertrouwen. Niet veel, ja. Helaas. Vorig jaar is inderdaad de uithalerswet is ingegaan. En daaraan hebben we wel gemerkt dat het volume uithalingen een stuk minder geworden is. Maar we hebben ook gezien en gemerkt dat zeg maar, het hele uithalersproblematiek is heel erg verschoven richting Vlissingen en Antwerpen. In het begin dan werd er daadwerkelijk gesmokkeld. Toen werd het product in sporttassen bij een zending gestopt. En nu zien we weer dat er redelijk veel zendingen in lege koelcontainers zitten. De trend die we wel meemaken is dat we zien dat ze onder de 18 zijn. Met als een tragisch dieptepunt iemand die is aangehouden, die was 14 jaar oud. En dat is toch wel heel erg. Koelcontainer die heeft verschillende holle ruimtes. En in de holle ruimtes, daar kan vaak het product, de drugs verstopt worden. Zo. Hier heb je de ruimtes. Snap je? Maar in een plafond bijvoorbeeld, daar kan zeker 300 kilo kan erin. Dus dus hier zo zal eenzelfde volume in kwijt kunnen. Wij zien vaak dat ze echt over de terminal lopen en niet aan het rennen zijn. Want als je aan het rennen bent, dan kan je geen containernummers lezen. Dus ze zijn echt aan het zoeken van waar staat die betreffende container. Als wij een uithalen heel specifiek naar een bepaald gebied zien lopen, dan weten we van dat iemand de locatie doorgegeven heeft. Maar wat wij meemaken is dat de betreffende uithaler altijd loopt te zoeken. Die kan je nog wel lezen, maar die daar bovenin, die zie je niet. Dus ze lopen echt op deze manier. De mensen die lopen over de terminal, rennen over de terminal, worden aangehouden en worden afgevoerd. Maar wij hebben niet gemerkt dat er dan messen of pistolen aan te pas komen om zeg maar hun weg naar buiten te vechten. Dat hebben we niet gemerkt, gelukkig. Op dit moment is ook niet het meest ideale moment om hier uithalers te zien. Over het algemeen zijn die in ploegenwissels en tijdens lunchpauzes. Dan zijn er zo min mogelijk mensen op de terminal. En dan zien ze vaak hun kans schoon om de terminal op te komen. Maar als die nou daar bovenin staat? Ja. En dan hebben ze een probleempje, want dan moeten ze toch op een of andere manier zorgen dat of ze erbij kunnen komen, of dat hij van boven naar beneden komt. Dat doe je natuurlijk door ook binnen een bedrijf dan te kijken of je iemand kan vinden die dat voor jou wil doen. Dus ja. Niemand is eigenlijk te vertrouwen. Niet veel, ja. Helaas.